Wij worden steeds meer een domeinoverstijgende netwerkpartner in het zorgveld. We hebben altijd klantgedreven dienstverlening gehad, waarbij we vooral gefocust hadden op delen van het proces. En we willen nu gewoon gaan kijken, de gehele processen in kaart brengen, zodat we bepaalde informatie gewoon kunnen hergebruiken, zodat het niet steeds opnieuw in een proces ingezet hoeft te worden. We ondersteunen andere ketenpartners met efficiënte, veilige en betrouwbare manieren om informatie uit te wisselen. Maar dat heeft vooral te maken dat er heel veel verschillende computersystemen zijn binnen de eerste lijn, binnen de hele gezondheidszorg, die allemaal niet goed met elkaar communiceren. Dus administratief gaat het nu gelukkig allemaal wat beter doordat Ficosa al die informatie aan elkaar koppelt. Maar op inhoudelijk gebied, daar is toch nog wel wat te wensen. Misschien zou dat iets zijn waar Ficosa ook zich mee kan bemoeien. We zetten in op geïntegreerde, domeinoverstijgende dienstverlening. De zorg bestaat uit meerdere grondslagen, zoals het heet. Zorgverzekeringswet, de WMO, de jeugdwet. Dat zijn allemaal partijen die al zijn aangesloten op het knooppunt van Ficosa. En de volgende stap zou wat mij betreft zijn dat wij onze diensten niet meer in hokjes van die grondslagen aanbieden, maar juist domeinoverstijgend. Kortom, minder administratie, meer eenduidigheid en minder kosten.